Opmerkelijk nieuws uit Duitsland. Alfred Schreuder zou de overstap kunnen maken naar Stuttgart en dus weg kunnen gaan bij Ajax. Nou, dat nieuws komt deze middag binnen. Tom, redacteur bij voetbalnieuws.nl. Jij hebt het artikel voor onze website geschreven. Wat is er van waar? Ja, Kieker is toch wel een van de meer toonaangevende kranten van Duitsland. Dus daar kan je over het algemeen wel van op aan. Hij schijnt kandidaat te zijn, net zoals Jess Tolgroep. Dat is oud-trainer van Kopenhagen. En het is al bevestigd door de bestuurders van Stuttgart dat ze met twee kandidaten praten. Ja, maar ze hebben vorige week, een paar dagen geleden, werd ook bekend dat ze met Peter Bos bezig zouden zijn. Die is natuurlijk ontslagen bij Lyon. Er gebeurt veel. Volgens de laatste berichtgeving is daar in ieder geval niks van waar. Maar een stap van Ajax naar Stuttgart, dat is niet echt een stap vooruit, toch? Nee, ja, koploper Eredivisie naar de nummer 14 van de Bundesliga. Dat is geen stap vooruit. Nee. Maar financieel gezien zou het wel een stap vooruit kunnen zijn. Stel nou, hij gaat weg. Is natuurlijk nog lang niet zeker. Wordt er ook al een beetje gespeculeerd over opvolgers bij Ajax? Ik zelf denk gelijk, logischerwijs, aan Peter Bos. Ja, die wordt ongeveer altijd genoemd bij Ajax natuurlijk. Dus ook de afgelopen weken werd hij veel genoemd. Henk Spaan die deed wel een bijzondere suggestie. Die opperde om Mauricio Pochettino aan te stellen. Okay. Ex-manager Spurs en Paris Saint-Germain. Maar voor de rest is het wel oorverdovend stil als het aankomt op opvolgers. Okay, maar er wordt al wel een beetje over gespeculeerd. Ja, nou ja, dat is logisch natuurlijk als je met 10-2 over twee wedstrijden gemeten eraf gaat tegen Napoli. Maar tot dit moment is er nog geen sprake van dat Schreuder weggaat bij Ajax, toch? Nee, die zit, als het goed is, gewoon vast in het zadel. Okay, super. En mocht het wel zo gebeuren, hè, de ontwikkelingen volgen dat uiteraard allemaal op onze website www.voetbalnieuws.nl.